een album met allemaal Nederlandse componisten, maar zeg maar aan de namen te horen kun je wel ook afleiden dat het echt een Nederlandse cd is. Ja, we hebben Jan, Theo, Leo, Willem en Hans. Ja. Dat is wel vrij Nederlands. Dat is niet Amerikaans. Nee. En ook niet Duits. En ook geen Frans. En dan zeker niet Italiaans. De vloek van Nederlandse klassieke muziek is tegelijkertijd ook een beetje de zegening geweest. En dat is dat wij in de grote klassieke en romantische periode eigenlijk geen echte grote componisten hebben gehad. En daardoor is er denk ik in de 20e eeuw ontzettend veel geschreven en allemaal ook net in een andere stijl. Continu vernieuwend. Ze hebben zo moeten componeren, ze zijn zo moeten gaan componeren, telkens zichzelf opnieuw uitvinden, telkens nieuwe stijlen uitvinden, omdat wij niet de luxe hebben gehad om te blijven leunen op die grote klassieke componist of die grote romantische componist. Ik denk wel dat Ton Hartsuiker voor ons allebei de persoon is geweest die ons echt op het spoor van de Nederlandse moderne klassieke muziek heeft gebracht. En Ton was een hele bijzondere man. Voormalig directeur van het Conservatorium van Amsterdam, van Utrecht. En groot liefhebber van moderne klassieke muziek, moderne kunst, moderne literatuur. En we zijn vanaf een hele jonge leeftijd altijd bij hem langsgekomen voor lessen. Altijd op donderdag, één keer in de twee weken. En dan werd je 2 uur lang ondergedompeld in alles wat daarmee te maken had. Lucas is natuurlijk de oudste, dus die is daarmee begonnen. En ik weet nog dat ik als kleine jongen, ik ging gewoon mee, ik ging kijken en ik was misschien 4, 5 toen ik voor de eerste keer bij Ton thuis kwam. Ik denk dat de vanzelfsprekendheid waarmee hij dat vertelde, waarmee hij over hele ingewikkelde dingen praatte, dat heeft zo geholpen in de beleving van hedendaagse muziek. Net zoals andere mensen bijvoorbeeld een Chopin nocturne mooi vonden, vond hij die muziek oprecht het allermooiste wat er was. En omdat hij dat zo overbracht, gingen wij dat ook zo voelen. En dat is iets inderdaad wat een Ton 100.000% had. Hij hield puur van die muziek. Daar kon je niet omheen. Je kon ook door hem niet van die muziek houden. Ik denk dat het de grootste les die we van Ton hebben geleerd is de openheid richting misschien in eerste instantie moeilijk te begrijpen dingen. Dat is, als je die openheid maar hebt, dan is het allemaal niet zo moeilijk of hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Is het vooral ook heel erg leuk. Ton dacht niet na over, zouden die jongens dat wel leuk vinden? Die begon gewoon met vertellen, hield niet meer op. En wij hingen aan zijn lippen en daardoor werden wij geïnspireerd. Wij weten 100% zeker dat die stukken net zo indrukwekkend zijn als een Mozart-sonate. We hebben niet maar wat op die cd gezet. Dat zijn allemaal stukken waar we voor de volle 100% achter staan. Mm. En daar moet je ook vol voor gaan. Je moet niet te veel denken, oh, zouden ze het wel mooi vinden? Nou, dan vinden ze het niet mooi. Hebben ze het wel een keertje gehoord? Dat is al de winst. Mm. Met een open vizier de kunst tegemoet gaan. Eigenlijk ook het leven, maar dat is zoveel waard. En dat brengt je zoveel. En ook als je het niet mooi vindt, hè, achteraf. Mm. Prima. Maar open vizier, dan kan de kunst zo mooi zijn. Hans en Willem.